motorrijder die waarde hecht aan veiligheid en design, dan is de Alpistars Balise Drystar de perfecte handschoen voor jou. Ik ben Marjolein van Motorkleding Center en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Alpistars Balise Drystar, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. De Alpistars Balise Drystar is gemaakt voor de sportieve toerijder en bestaat uit een combinatie van textiel en leer. Textiel op de plekken waar je de comfort en flexibiliteit nodig hebt en leer op de plekken waar je de slijtvastheid en stevigheid nodig hebt. Deze handschoen is voorzien van een waterdicht en ademend drijstermembraan en dit zorgt ervoor dat deze handschoen perfect te gebruiken is in zowel het voor- als het naseizoen. Zoals ik al zei is deze handschoen gemaakt uit een combinatie van textiel en leer. Leer op de plekken waar je de stevigheid en de slijtvastheid nodig hebt en textiel op de plekken waar je de flexibiliteit kan gebruiken. De handschoen is voorzien van verschillende verstevigingen op de vingers en aan de binnenkant van de handschoen en dit is gemaakt op de plekken waar de impact komt bij een eventuele crash. Op deze plekken zit een TPU-slijder en dit is een heel sterk plastic materiaal en dit zorgt ervoor dat bij eventuele crash dat je hand dan niet beschadigt. Aan de zijkant is deze handschoen voorzien van stiknaden en de stiknaden zitten aan de binnenkant en het zorgt ervoor dat de handschoen heel stevig wordt. Dus de stof kan niet uit elkaar schuren of slijten als je valt. Aan de bovenkant van de handschoen zien we een knokkelprotectie en deze is gemaakt van carbon en dat is een heel veilig en kwalitatief materiaal. Tevens zorgt de slijder aan de binnenkant ervoor dat bij een eventuele val dat je hand dan niet hapt aan het asfalt, maar er gewoon overheen glijdt. Aan de bovenkant is de handschoen voorzien van een klittenbandsluiting en het zorgt ervoor dat je makkelijk in de handschoen kunt komen en dat je de handschoen ook weer perfect kan laten aansluiten aan je hand. Ook is de klittenbandstrook voorzien van stretch zodat je hem optimaal kan laten aansluiten aan de hand. Als we naar de binnenkant van de handschoen gaan kijken, dan is deze voorzien van een ademend en waterdicht drijstermembraan. Nou, membraan wil zeggen dat water, dus regen van buitenaf, niet naar binnen kan komen, maar transpiratie van binnenuit wel kan worden afgevoerd naar buiten toe. Op deze manier blijf je dus gewoon droog. Ook is de handschoen voorzien van een isolatiemateriaal en dat zorgt ervoor dat de warmte bij koudere omstandigheden vast wordt gehouden aan de binnenkant van de handschoen. Over de hele handschoen zitten perforatiegaatjes en deze zorgen ervoor dat transpiratie en overtollige warmte naar buiten toe kan worden afgevoerd. Aan de zijkant van de vierde vinger zien we twee bolletjes en deze bestaan uit een aramidevezel en zijn op een bepaalde manier verweven, zodat het voor extra veiligheid zorgt bij een eventuele val. Het zorgt ervoor dat het niet slijt, zodat de stof bij elkaar blijft. Zowel de wijsvinger als de duim hebben een voorbereiding, zodat je met de handschoen je touchscreen kan bedienen. Zo kun je je navigatie of je smartphone gebruiken als je eventueel stilstaat bij een stoplicht of een tankstation. Ben je geïnteresseerd in Alpistars Balise Drystar, dan kun je deze natuurlijk altijd eventjes komen proberen of bekijken in een van onze winkels. Ook is deze handschoen online te verkrijgen in onze webshop op motorkledingcenter.nl. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij Motorkledingcenter doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Doe dan een duimpje omhoog. En wil je weten wat jouw perfecte maat motorhandschoen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Marjolein van Motorkledingcenter. Dankjewel voor het kijken.